welkom bij het Adelsjournaal. Ja, ik ben eindelijk weer... ik was een beetje, net zoals jullie waarschijnlijk, een beetje teleurgesteld. Ik had er echt op gerekend van, nou, we gaan vanaf het begin van het seizoen knallen. Dat is het niet geworden. Maar ik hoor toch van veel mensen, joh, kom op Bert, doe het Adelsjournaal. En dan hebben we gewonnen. Dat is het helemaal een makkie natuurlijk. We tokken er bij twee. De trainer natuurlijk, tenminste natuurlijk. Ik ben blij dat hij met me wil praten. En Xander, Severina. Ja, ik moet nog even wennen, want ik zei altijd Xander. Maar het is Xander. Maar goed, daar praten we mee. Kijk mee. Sta ik een beetje trots ben ik wel. Want ik heb hem vanaf het begin bij ADO bezig gezien. En nou komt het eruit, hè maat. Ja, eindelijk heb ik kunnen scoren. Ja. Ja, nou ja, kunnen scoren. Twee doelpunten, assist. Hè, want anders valt die eerste er ook niet in. Ja, ik denk dat het een mooie wedstrijd was. Dat ik twee keer heb kunnen scoren, één assist. Ja. En ook nog de overwinning. Dat was mooi. Deze trainer die gelooft wel in jou, hè? Want je begint iedere keer. Klopt, hij heeft me vanaf het begin gewoon de kans gegeven om te spelen. En dat was het gewoon aan mij om mezelf te laten zien wat ik allemaal kan. En dat heb ik gedaan tot nu toe. Wij hebben wel eens op het pad tegen je gezegd, een van ons, van je moet zelf een keer schieten. Dat heb je nog gedaan, hè? Klopt, dat heb ik dit keer gedaan, ja. En ja, ik heb twee keer kunnen scoren, dus dat is mooi. Ja. Maar dan gaan we naar Willem II. Is dat anders dan Jong Ajax? Ja, ik denk dat het weer een andere wedstrijd gaat worden. Dat Jong Ajax een voetballende ploeg is. Jonge spelers ook. En ja, ik hoop dat we daar gewoon ook weer de drie punten kunnen halen. Ja, het is een uitwedstrijd. Supporters, die binnen twee dagen was het uitverkocht. Ik geloof er 450 man mee. Dat is ook lekker voor jullie toch, met publiek spelen. Want nou heb je in het stadion gespeeld, zeg maar, voor 3.500, 4.000 mensen. Maar als het vol is, is het toch beter? Klopt, als je dus meteen van die supporters altijd mee hebt, zijn natuurlijk altijd lekker te spelen in een vol stadion. Dus ja, dat voelt goed. Als je die wedstrijd daarvoor neemt, voor Ajax, kwamen jullie met z'n allen naar ons vak toe, naar het uitvak. En dan kregen jullie echt van alles over je heen. En toch bleven jullie staan. En ook de trainer die kwam daarbij. Maar als je daar dan staat en je krijgt allemaal verwensingen, noem maar wat, werken voor je geld, allemaal van die poppenkast. Wat doet dat als je als speler al verloren hebt in een wedstrijd en dan krijg je dit ook nog? Ja, het doet wel iets met je natuurlijk, omdat die fans helemaal met ons meereizen natuurlijk, dat eindje. En ja, dat wil je ze ook natuurlijk iets teruggeven. En als je dat dan niet doet, dat is wel jammer dan. Ja, maar doet dat zelf wat met je? Dat je denkt van ja, moet ik er wel heen gaan, want ze schelden ons uit? Ja, het is natuurlijk wel netjes als je er even naartoe gaat en je gewoon even je excuses aanbiedt. En het mooie is, nou wil iedereen ineens een shirtje hebben. Ja, hoeveel mensen hebben al... Nee, is het rustig? Ja, valt nog wel mee. Oké, mag ik je shirtje? Nee. Maar maat, jullie hebben lekker getraind. Je hebt nog één dag training. Dat is een beetje relaxtere training. Wat zijn de verwachtingen binnen de groep? Tegen Willem II? Ik denk dat het... Kom een beetje naar mij, maat. Af en toe lopen we... Ja, maar dat kan gewoon bij het Adelsjournaal, hè. Je kan gewoon de hele weer lopen en af en toe even corrigeren. Ik denk dat het geen makkelijke wedstrijd gaat worden. Natuurlijk is Willem II een ploeg die net is gedegradeerd natuurlijk. En die ook, denk ik, ook gelijk weer promoveren naar de Eredivisie. Dus ja, we gaan gewoon weer ons best doen natuurlijk. Gewoon hard vechten. En dat drie punten meenemen naar Den Haag. Ja, dat zou het mooiste zijn. Je hebt het erover, over een gedegradeerde ploeg. Maar daar hebben we er nogal wat van gekregen. Hè? Ik geloof drie of vier clubs die vorig jaar Eredivisie spelen, die speelden nu bij ons. Dus het is voor ons ook moeilijker geworden. Ja, dat club, er zijn wel een aantal teams gedegradeerd. Ja. Dus wij ook vorig seizoen. En is het ons niet gelukt om te promoveren naar de Eredivisie. Maar daar gaan we dit seizoen wel weer hard voor werken. Ja. Heb dat bij jou nog nagewerkt, dat we op het laatste toch nog verloren? Ja, natuurlijk. Als je kijkt naar hoe we het niet hebben gehouden natuurlijk. Dat is wel zonde. Ja, maat. Ja, voor ons ook. Zuur hoor. Ja. Nou, maat. Ik hoop dat we een mooie wedstrijd zien tegen Willem II. En ik hoop dat jij laat blijven zien wat je doet. Want ik ben blij met je. Dank u wel. Jongens op het pad ook, hè, iedere keer. Ja. Hij wordt steeds beter. Je zag het eigenlijk, we staan nog steeds op te nemen. Je zag het eigenlijk verleden jaar al. Toen ging je ook stapjes maken. In het begin had je het heel zwaar. Klopt. Kwam dat omdat je bij Kwik vandaan kwam? Ja, ik denk dat ik even aan het niveau moest wennen weer. En ja, met de tijd ga je er steeds meer aan wennen. Ga je jezelf ook ontwikkelen. Ja.
Ja. En vertrouwen, hè, maat. Je moet ook vertrouwen krijgen. Hè? Klopt, vertrouwen is ook heel belangrijk. Ja. Nou, ik vertrouw erop. Thanks, maat. Laters. Nou, maat. Ja, je voelt je nou waarschijnlijk anders na de winst. Ja, wel beter, ja. Dus het was een beter gevoel. En nou ja, daar hebben we lang naar gesnakt. Maar ja, we zijn blij met een overwinning. Maar goed, we zijn nu weer een aantal dagen verder en we moeten gewoon door. Ja. En door naar de volgende wedstrijd. Ja. Dus daar focussen we ons weer op. Kijk jij ook, zeg maar, als je naar een wedstrijd hebt gekeken, wie jij een beetje de man of the match vond? Nou, ik kijk überhaupt vaak direct naar de wedstrijd nog een keer terug. Want je beleeft de wedstrijd natuurlijk heel intens en met emotie. En je moet veel dingen in de gaten houden. Dus ik kijk nog een keer rustig terug. Maar ik vond het hele team wel aardig spelen. Ja. En dan word ik zo flauw als supporter, dat ik dan s'avonds de sport ga kijken. En dat ze dan zeggen, ja, maar ze speelden met een veredeld B-elftal of A-elftal. Maar dat is toch niet zo, Maarten? Daar lopen daar toch ook spelers van een hoop centen bij? Ja, nee, zeker. Er wordt veel over onze spelers gesproken qua salarissen. Maar kan je verzekeren dat daar de salarissen hoger liggen dan onze best betaalde speler? Ja. Ja, over dat soort dingen. Ik heb ook nooit aan mijn collega's gevraagd, wat verdien jij nou? Ja. Dat vond ik allemaal niet interessant. Maar nou, Willem II, je hebt goed getraind weer. Vandaag ook weer lekker getraind. Oh ja, wacht even. Want ik vergeet nou, want je geeft geen antwoord op mijn vraag. Oh ja, wel, over die beste speler. Ja. Mijn man of the match was Xander. Ja, nee, die heeft het heel goed gedaan. Dus ik denk dat Xander vanaf het begin van de voorbereiding het heel goed heeft ingevuld. Nou, toen wilde ik me graag een keer op rechts zien. Toen heeft hij dat nog beter ingevuld. Ik vond hem de eerste weken al vrij behoorlijk spelen buiten de eerste wedstrijd tegen Heracles. Maar dat was voor alle spelers moeilijk. Alleen hij beloonde zichzelf nog niet met goals. Nee. En, zei je wel eens op het pad van je moet zelf een keer schieten. Nou ja, als je de trainingen goed gekeken hebt, hebben we daar ook veel op geoefend. Ja, ja. En daar kwam er uitstekend uit. En ik denk dat tegen MVV was hij er al heel dichtbij en nu viel hij aan de andere kant van de paal. En dan zie je ook gelijk dat er iets van zijn schouders afvalt. En dit is gewoon een speler die heel belangrijk kan worden dit seizoen in het maken van goals en assisten. Verleden jaar, ik heb hem net gesproken, verleden jaar had hij het wel lastig om, hij kwam van de amateurs om dan bij ADO aan te sluiten. Toen kreeg hij wat invalbeurten, geloof ik. Misschien is hij één keer gestart. Bij jou is hij vanaf het begin gestart. Ja. En dat, bij een speler doet dat toch ook wat met vertrouwen? Ja, nee, wij proberen iedereen zoveel mogelijk vertrouwen te geven. We hebben natuurlijk een grote selectie, dus daarin moet je het ook zelf afdwingen. Ja, wat ik zeg, Xander heeft het tot nu toe gewoon heel erg goed afgedwongen. En wat je zelf ook aangeeft, is een jonge jongen. Komt bij Kwik vandaan. Vorig jaar invalbeurten, nu het beginfase veel wedstrijden. Nou, er zullen ook momenten zijn dat het misschien wat minder is. Nou ja, dan hadden we bijvoorbeeld al tegen Heracles, dan wissel ik hem in de rust. Maar dat betekent niet dat ik dan het vertrouwen gelijk verlies in een speler zoals Xander. Want die heeft ontzettend veel kwaliteiten en die gaan we gewoon heel erg helpen om dat allemaal eruit te laten komen. Geweldig. Ja, dat idee heb ik ook, hoor. Kijk, ik zie wel eens meer en dan heb ik het ook fout wel eens, hoor. Ja. Maar dan denk ik, ja, dat is een talent, weet je wel. Dan zie ik hem in de jeugd al lopen. En dan denk ik, nou, dan komt hij eindelijk bij dat eerste elftal. En dan denk ik, ja, geef hem dan de kans. Maar dat kan niet altijd natuurlijk. Nee, kijk, dat is niet altijd even makkelijk. En ik ben dan wel een trainer die graag ruimte maakt voor talent. Dat zie je ook aan dit elftal en ook afgelopen weekend waarin Rafael invalt, Silvinho. Ja. Nou, Jesse heeft al een keer meegedaan, dus veel jonge jongens hebben toch al minuten gemaakt. Maar ja, dit is natuurlijk altijd de druk van het presteren en we moeten altijd resultaten halen. En op het moment dat het spannend is of een wedstrijd nog niet dusdanig beslist, dan is het lastiger om dat soort jongens ruimte te geven. Maar ja, we doen het waar het kan en ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn over onze jonge jongens. Ja, zeker, zeker, Bart. Je zegt, als we in de situatie komen dat we, ik noem maar wat, de laatste kwartier wat meer gas moeten geven, is daarom ook die nieuwe speler gekomen. Die was dus een spits, toch? Ja, nee, dat klopt. Mario is vandaag voor het eerst op de training erbij. En wij we zijn gewoon op zoek naar een selectie waarin we elke positie dubbel bezetten. Nou, in het geval van Thomas, die natuurlijk de nummer 1 is, hadden we dat niet echt. Joel Swartz kan daar wel spelen. Sascha kan daar spelen, Max de Waal. Maar ja, die hebben ook hun eigen positie in het elftal. Dus we kregen de kans om Mario binnen te halen. En het is een geweldig jongen met een groot karakter. Past denk ik heel goed bij Den Haag en bij dit team.
En wanneer het nodig is, kan hij erbij komen met Thomas om iets te forceren. Kan ook om Thomas heen spelen. Ja, en we hopen natuurlijk niet, maar als er iets met Thomas gebeurt, dan hebben we in ieder geval een goede stand in. En hij is heel erg gedreven, ja, om te laten zien, ja, dat hij op dit niveau nog heel goed mee kan. En met name door blessures is dat niet gelukt. Dus ja, de perfecte ingrediënten om er iets moois te maken. En wij gaan hem daarbij helpen. Hij lijkt me wel. Want hij heeft vandaag eerst op het kunstgras eventjes apart met de conditietrainer. Ja, we hebben hem getest om te kijken van waar hij staat. Maar nou, de eerste berichten waren wel positief. En toen heeft hij de helft van de training meegedaan. Dus ja, maakte prima indruk voor de eerste training. Balvast ook, hè? Ja, balvaste spits. Groot, sterk. Nou, vergelijkbaar type als Thomas. Dus op het moment dat Thomas er niet kan zijn, dan kunnen we hetzelfde spel blijven spelen. Dus ja, we hebben echt wel een goede selectie. Ik had alleen graag nog misschien een buitenspeler erbij gehad. Alleen, ja, als je gewoon kijkt naar de buitenspelers die we hebben, dan is het gewoon lastig om een betere te vinden. Ja, ik hoor heel veel supporters zeggen, ja, we moeten nog centraal achterin wat hebben. Nou, ik ben wel heel tevreden centraal achterin. Het kan natuurlijk altijd beter, en zeker na de eerste wedstrijden, dat je zoveel goals hebt tegengekregen. Maar goed, afgelopen zondag hebben we de 0 gehaald. Ik denk dat Tyrese echt een groot talent is, die natuurlijk ook van een blessure terugkomt. Maar ja, ook even moest wennen om weer te spelen, maar dat gaat beter en beter. Daryl Werker doet dat goed. Dirk Carlsen hebben we daar nog. Guillermo Sierveld, wat ook een groot talent is. En de wedstrijden die hij gespeeld heeft het ook goed gedaan. Dus nou, de mensen moeten zich maar niet te veel zorgen maken op die positie. Dus we zijn in principe nu klaar met winkelen? Nou ja, dat moet je nooit zeggen. Als je iets moois tegenkomt in de winkel, dan moet je nooit nalaten om het niet mee te nemen. Als je het kan bekostigen, je hebt je portemonnee bij je. Kijk, wat ik zei, we zijn in principe nog op zoek naar een buitenspeler. Maar het is gewoon heel lastig om een betere te krijgen. Wat je haalt moet beter zijn dan wat je hebt. Ja, nee, zeker. Absoluut. En dat zeg ik. We hebben Katic, we hebben Sander, waar we heel tevreden over zijn. We hebben Joel Zwarts en ook Rafael Struik, die op de deur aan het kloppen is. Dus we hebben gewoon goede buitenspelers. Alleen ja, ik vind ons wat magertjes daarin. En ik vind dat je, zeg maar, in deze fase misschien nog niet helemaal op Rafael moet rekenen. En hem ook de ruimte moet geven om zich te kunnen ontwikkelen. Oké, we gaan er naartoe. 450 man. Ja. Was er 2 dagen uitverkocht. Ja. Dus het wordt gezellig. Ja, dat wil ik nog wel zeggen. Want ik vind het fantastisch dat de supporters er ook afgelopen weekend weer voor het eerst bij waren. Hoeft niet, ook gedeeld, hè? Dus ja, nee, daar zijn wij natuurlijk als trainer, maar ook de spelers vinden dat heel erg jammer dat de rest er niet bij is. Hopelijk gebeurt dat snel. Maar je ziet zelf wat het doet met het elftal als je voor je supporters kan spelen. En ja, goed, de eerste 2 uitwedstrijden zaten die vakken ook vol. Ja. En toen hebben we denk ik iets nagelaten. Dus laten we zeggen dat het 3 maal scheepsrecht is. Ja. Toen, ik had het met Sander erover. Ik zeg, dan komen jullie toch naar dat vak. Ja. Terwijl je verrot gescholden wordt. Ja. En jij stond eerst een beetje erachter. Maar jij denkt bij jou, ik laat het die jongens niet alleen opknappen. Nee. Ik ga er ook staan en je gaat de discussie aan. Nee, ik sta er altijd. Alleen ik vind wel, ik ben de trainer. In de eerste instantie zijn het de spelers die vooral het succes moeten delen. En als het iets minder gaat, weet je, dan krijg je iets naar je hoofd. Maar iedereen mag tegen mij roepen wat ze willen. En vaak gebeurt dat in emotie. Ja. Het is alleen soms wel fijn als je niet die ziekte hoort. Want dat heb ik te vaak in mijn leven meegemaakt. Ja, maar goed. Ik hou het dan maar op emotie, maar waar kan zou ik dat kunnen waarderen als dat niet gebeurt? Goed zo, maar bedankt. Ja, okay. Toppie. Yes. Ja. Nou, dit was weer het Adelsjournaal. We hebben weer gebabbeld. Het was een woensdagbabbel eigenlijk. Maar ja, goed, maakt niet uit wat voor dag als je maar babbelt. Vrijdag. 450 man, hoorde ik hoor. Gaan we daarheen. 100 met de bus, 350 met de auto. Gezellig zingen, bakje koffie erbij. Of niet? Later. Ja, ik weet, ik moet weer even wennen, hè. Later.